Limburg vergrijst tegen een snel tempo. Daarom wil het provinciebestuur de komende jaren sterk inzetten op een goede zorg en zorgeconomie. Het bouwen van genoeg woonzorgcentra is daarbij een prioriteit. We beschikken momenteel in Limburg voor de ouderenzorgsector, voor de woonzorgcentra, over plus minus 6600 bedden, zoals het dan nog altijd heet. De verwachting is dat er in 2017 ongeveer 10.000 gerealiseerd zouden moeten zijn. Er zijn er inderdaad effectief nog een 4.000 in vergunning en aanvraag. Dus er zijn in Limburg initiatiefnemers die een engagement aangegaan hebben om nog 4.000 woongelegenheden te realiseren. De zorgeconomie is een belangrijke economische groeipol waarbij de provincie met de POM Limburg een trekkersrol speelt. We constateren dat we heel veel inspanningen doen via campagnes om voldoende mensen in de zorgopleidingen te krijgen. We begeleiden hen ook tot het diploma. Maar eens dat die een diploma hebben, zien we dat eigenlijk een hoog percentage van deze mensen maar deeltijds te werk gesteld wordt. Waarom? Om organisatorische redenen meestal. Wat gaan we nu met duobanen doen? We gaan combinaties van jobs maken die haalbaar zijn tussen organisaties om te maken dat de mensen meer uren kunnen werken en dus ook een beter inkomen kunnen hebben. En anderzijds zetten we vanuit POM daarmee in om eigenlijk het tekort aan zorgverleners te helpen wegwerken. Tot slot wordt er volop ingezet op klinisch onderzoek. In de EU-regio is er rond nanotechnologie voor de geneeskunde, de life sciences zeg maar, is er toch wel heel wat expertise aanwezig. En in die mate is dat ook heel belangrijk voor de ontwikkeling van nieuwe, ja, ook bedrijvigheid die in de regio daardoor wordt gegenereerd. Dus het is toch wel belangrijk, denken wij, om dat verder uit te bouwen in deze regio. Ook het platform Limburg Clinical Research Program levert baanbrekend werk. Versterking van het medisch wetenschappelijk onderzoek in Limburg, dat mogelijk is dankzij de financiële ondersteuning van de Stichting Limburg Sterk Merk, is enorm belangrijk voor Limburg, omdat op die manier in onze eigen regio medisch wetenschappelijk onderzoek kan verricht worden en de medische zorg voor de patiënt op een topniveau kan versterkt worden. Dus het volgende onderzoekje wat we gaan doen, aan de hand van dit toestelletje. Dat is een toestelletje dat we eigenlijk met een studie hebben ontwikkeld, dus samen met een firma. En hiermee kunnen we van alles te weten komen eigenlijk over de bloedstofstroming van uw lichaam. Dus we gaan concreet binnen de cluster gynaecologie wordt er enorm innovatief onderzoek verricht binnen onze samenwerking, met name rond zwangerschapsvergiftiging. Dus binnen dit onderzoek zijn er dusdanige technieken ontwikkeld en is er dusdanige kennis ontwikkeld die uniek is wereldwijd en waardoor wij dus unieke verbetering kunnen bieden aan de medische zorg voor patiënten met deze specifieke aandoening. Zo is Limburg klaar voor de moderne zorgeconomie.